Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Miitopia video! In de vorige aflevering hebben we een blauwe kers gevonden. We moesten namelijk fruit vinden, kalmeer fruit, om de situatie tussen Luigi, Ganondorf en Peach. Snap je het nog? Koning Snorlax was er ook nog. Maar die situatie moest even rustiger worden. Maar blijkbaar is er al iets gebeurd hier in het kasteel. Want het ligt helemaal overhoop. Wow, wow, wow. Wat is dit voor een gast met een drietand? Hij heeft het wapen van Zeus. De kwelgeest. Wat kom jij hier doen? Pak hem aan, Red. Lekker gedaan. De kwelgeest die geeft me even een flinke pooi, jongen. Gooi even een brapel op zijn bakjes, jongen. Oké, hoeveel AP heeft deze guy? Daar gaat hij, jongens. Daar gaat hij, de kwelgeest. Hoe komen deze kwelgeestjes hier? We gaan waarschijnlijk in deze aflevering achterkomen. Dus doe dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. Waar is iedereen? Alles ligt hier echt helemaal overhoop. Ja, hier is Enka. Soldaat Enka, die heeft een probleem. Die heeft gevochten met deze kwelgeest. Maar Enka, die heeft het verloren. Ik krijg wel behoorlijk wat tikjes, jongens. Dankjewel, Toad, dat je me even wil helpen. We moeten even vol in de aanval, denk ik. Let's go! Beam! Lekker Red. En daar gaat hij. Nice. Ja, en je ziet het. Enka die zit daar op zijn knieën. Ja, en je ziet het. Enka die zit daar op de knieën. Zo van, ik ben nog uitgeput. Wat is hier gebeurd? Ik denk dat we het even moeten gaan vragen. Enka, wat is er gaande? Wat is er gebeurd? We hebben de vijand gewoon doorgelaten. Bah, een enorm monster zoals we nog nooit eerder hebben gezien. Joey, ben je in paniek, jongen? Oh nee, het spijt me zo. Oh man, wat is hier gebeurd, jongen? Oh jee, Snorlax wordt geteisterd. En Sprocket die staat hier gewoon zo van... Dude. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Help, zegt Snorlaxie. Oh ja, en Lucky staat hier ook zo van... Nee, ja, ik heb spieren van staal onder deze uitrusting. Maar wat gevechtstraining was ook zeker niet slecht geweest. Oh, jullie kunnen niet vechten. Jullie zijn alleen sterk. Ik ga je helpen, koninkie. Ondeugende kwelgeest. Of je nou ondeugend bent of niet, we gaan je pakken, vriend. Pats, pats. Pronkslag. Op je bakkes. Hij is wel sterk, trouwens. Hij heeft wel veel HP'tjes, jongens. Auw. Ik ga even mezelf wat strooisel geven, hoor. Want anders gaat het niet goed komen. Oké, jongens. Laten we aanvallen met z'n tweeën. Lekker bezig. Bam, bam. Pak ze allemaal. Lekker. Charizard Zelda. Die aanval is echt geniaal, jongen. Dat doet Toad. Die geef je dan gekruid eten. En dan kan jij vuur spuwen. Dat is echt geniaal. Ja, dit gaat wel de goede kant op, hoor. Dit gaat hartstikke de goede kant op. Ik weet niet. Hij mist ons gewoon de hele tijd. Dit is wel lekker. We zijn hem continu aan het ontwijken, joh. Ik krijg weer wat MP nu. Dat is wel nice, want dat betekent dat ik weer een sprongslagje kan maken. Wat gewoon veel sterker aanval is. En dan twakken. Nou, 25. Dat valt eigenlijk wel mee. Red doet nog even een scheppie erbovenop. Nu Toad. Ja, deze aanval doet volgens mij echt pijn. Bam! 31. Hoeveel klappen heeft hij nog nodig? Volgens mij is hij echt bijna kapot. Dit moet gaan lukken, jongens. Dit moet gaan lukken. En het lukt. En het lukt. De ondeugende kwelgeest is kapot. We hebben Snorlaxie bevrijd. Geen centje pijn. En ja, Snorlax die ziet er ook weer tevreden uit. Alsof er niks gebeurd is, joh. Snorlaxie, ben je weer oké? De duistere vorst is hier. Hij is in het vertrek van de prinses. Help, ik smeek het je. Oh nee, oh nee. Oh, maar we hebben net een paar tikken gekregen. Ik hoop niet dat we de duistere vorst moeten gaan aanvallen, want dan gaan we kapot, jongens. Oh. Oh, oh nee, oh nee. Het is zover. Peach is de gezicht verloren. En Luigi heeft volgens mij geprobeerd om het te redden. Ik heb geen idee of Ganondorf ook iets geprobeerd heeft. Wat waren dat voor wezens? Het wordt me te veel. Ganondorf begint te janken en hij rent weg. Mami, ik ben bang. Help me. Sorry trouwens, als het geluid van de game iets te hard was, want... Ik had de instellingen verkeerd staan. Oeps. Anyway, we gaan door. Nou, doei Ganondorf. Man, man, man. En daar wil jij je prinses mee laten trouwen? Hier, Luigi is een veel betere match, joh. Die doet tenminste zijn best. De duistere vorst is in de richting van de toren der nachtmerries vertrokken. Ik dacht al dat dat daar was. Ik vroeg me al af wat daar was. Dus daar moeten we naartoe. Ik ben zo bang. Maar toch moet ik die ellendeling achterna. Luigi, kom anders gewoon met ons mee, jongen. Samen zijn we toch sterker? Gozer. Gozer, wacht nou. Arme prinses Peach. Ze heeft geen gezicht meer. Komt goed Peach, komt goed. Ik ga je gezichtje halen. Daar gaan we jongens, daar gaan we. De toren der nachtmerries. Ja, dit ziet er wel spannend uit jongens. We gaan weer te paard. Op naar de herberg, zegt Zelda. Die verwacht gewoon hier gelijk een herberg in deze toren, tuurlijk. Van deze plek gaan mijn nekharen recht overeind staan. Het voelt alsof er iets zwaars op me drukt. Het is niet erg om bang te zijn hoor. En ik lach me krom. Ah, bang. Ah. En ja, toch wel. Ik ben doodsbenauwd. Laten we maar snel prinses Peach redden en hier wegwezen. Lijkt me een strak plan, jongens. Go, 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 go. Ja, hier zijn nog meer van die kwelgeestjes, jongens. Dit zijn wel iets sterkere vijanden. Ik hoop dat we hier niet te veel problemen mee krijgen, want zij slaan echt wel hard, deze gasten. Hoppakee, dat is nummer 1. En... Ik dacht dat hij nummer 2 ging. Nee. Oh, wow, 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 wow. Wat gebeurde er met Zelda? Wow.
Zelda tackelt gewoon dood. Zelda is evil geworden. Zag je die ogen? Super freaky. Zelda, doe normaal. Dat zag er zo niet oké uit. We zijn wel level 9 geworden. Dat dan weer wel. Ik hoop dat Zelda gewoon in de volgende battle daar geen last meer van heeft. Kiss it. Game tickets. Slijmhoofden. Appelslijmpies. Pak ze allemaal, Red. Hatsaflats. Dat ging best wel hard. Zelda kan ook zo'n aanval. Maar Zelda doet die aanval helemaal niet meer. Zelda heeft ook een aanval dat ze meerdere vijanden tegelijk slaat. Maar die doet ze gewoon echt nooit meer. Als ze die nou even had gedaan, dan hadden we al lang gewonnen. Nou, dan moet Red het maar even afmaken. Hoppakee. 106. We krijgen superveel experience points daarvoor, joh. Zijn we al boven? Oh. Oh. In de duistere toren zijn ook herbergen. Dat is fijn. Ik merk dat de vijanden hier wel iets sterker zijn, dus ik ga allemaal nieuwe uitrusting kopen. Zodat we zelf ook wat sterker zijn. Echt een prachtig zwaardje heb ik trouwens. Toot wil ook nieuwe kleding. We gaan het gewoon allemaal regelen vandaag, joh. Hoppakee, Chinese kleding voor Tootje. Effect dragen, let's go. En Red, die wil een kuikenplunje. Eigenlijk zou ik Red die gewoon aan moeten laten doen. Een soort van gele Psyduck is die dan. A.k.a. Pino, je weet zelf. Shiny Psyduck, jongens. Nee, laten we het toch maar die doen. Alleen het effect dragen. Oké, guys, we gaan verder, we gaan verder. We gaan de toren beklimmen. Volgens mij is dit echt wel een flinke toren, jongens. Hey, er zijn ook nog gnoompies hier, joh. Magie-gnoompies. Oh, nee. Dit zijn nieuwe vijanden. Deze heb ik nog niet gehad. Ik hou niet van magie tegen me krijgen. Maar die gnoompies die lijken niet zo heel sterk. Kijk maar eens. Ze kunnen me geen eens aanvallen. Lekker. Ja, ik ga gewoon elke keer alleen maar naar boven. Want we zijn een toren aan het beklimmen natuurlijk. Dus we moeten ook naar boven. What are those? More gnoompies en kwelgeesties. Auw, die kwelgeesten die doen me echt flink pijn, jongen. Lekker gedaan trouwens, Zelda. Cherry Zelda. Laten we eerst een zwakkere vijanden pakken, dat er nog maar één enemy over is. Deze ene enemy doet ons wel pijn. Dat is wel een beetje vervelend. Hopelijk kunnen we snel korte metten met die dude maken. Pak hem! Nice. Sprinten! Oh, de volgende herberg alweer, joh. Als er zoveel herbergen komen de hele tijd, dan maak ik me geen zorgen. Zelda en Toad zitten in een kamer. Zelda wil weten wie Toad leuk vindt. Maar Toad wil het niet vertellen. Ja, ja. Let's go, beklim deze toren, jongens. Hoe ver moeten we nog? We gaan hier naar boven. Volgens mij komen we daarna bij het laatste stukje aan. Geef me dat gezicht van Princess Peach terug. We gaan gewoon weer naar boven. Toad zegt, gisteren zag ik een wat? Wat zag je? Een geest? Mijn hart klopte in mijn keel en ik kon geen oog meer dicht doen. Rick zegt, ik zie elke avond wel geesten, joh. Normaalste zaak van de wereld. Battle! Tegen wolkies en een kwelgeest. Kom op, Red. Sla ze hard, jongen. Ja, dit wordt een lastige. We moeten snel al die wolkies sowieso uitzien te schakelen. Let's go. Sprongslag. Ja, die tweede is ook kapot. Nice. Die derde valt me aan. En ik krijg nog een keer de beurt van Zelda. Dus dat is chill. Dan gaan we die derde ook nakken. Oh, hij leeft nog. Lekker. Nice gedaan, Red. Oh, dat was hem al. Ja, lekker. Red en Toad, die gingen gewoon even tegelijk. Bikke bikke likke blam, bam, 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 bam. Zo, we krijgen wel even flink eten. Dat is wel nice. Oh jee. Oh, dit wordt er één. Dit zijn drie kwelgeesten, jongens. Dan ga ik eerst even wat strooisel gebruiken. Even zorgen dat we allemaal full HP zijn. Oh, behalve Toad, want de strooisel is op. Oeps. Nou, dan zullen we keihard moeten gaan aanvallen. Eén slijmpje is in ieder geval alvast weg. Die slijmpjes doen toch geen damage. Daar hoeven we ons niet op te richten. Maar deze doen wel damage. Deze slaan nog keihard. Ja, lekker. Red, die ontwijkt hem. Alleen de tweede slag niet. Kom op, Toad. Ah, nee, niet die slijm aanvallen. Die doet, als de slijm mij aanvalt, dan doet het maar 1 HP damage. Oké, okay, let's go, let's go. Aanvalt de paard. Hopelijk raken we ze allemaal. Ja, we raken er 2 en we raken er 2 best wel hard ook. Heerlijk. Goed gedaan, Red. Kijk, nu is er nog maar eentje over. Dit is lekker. Dit is top. Dit gaat helemaal goed komen. Kabeliggy blam. Ik mag nog een keer op de paard. En dan is die weg, jongen. Oké. Okay. Zo doen we dat tegen 3 van die kwelgeesten. En hopelijk vinden we nu snel een herberg. Laten we even lekker happy eten met z'n allen, joh. Eet smakelijk, Toad. Wat zou Zelda van duivelstaart vinden? Oh, dat vindt ze wel lekker. Oké. Okay. Zo, ik heb weer even een nieuw kledingstukje gekocht. Ziet er niet uit. Maar hey, als het je sterker maakt, boeien. Zijn we nu eindelijk bijna boven dan, jongens? Is dit de laatste stunky? Laten we het hopen. Er gaat wel iets gebeuren hier, hoor. Hey! Luigiers hier, die zijn even goed doorademen. Hoe heeft hij het hier gebracht? Hoe ben jij langs al die vijanden gekomen, Luigi? Hoe heb je dat gedaan? Oh, oh. Het is generaal Peach. Een soort van roze Donkey Konky. Ah, Luigi, ga jij dit even zelf doen, jongen? Pas op, Luigi, pas op. Pas op. Geef het terug. Geef mijn gezicht terug. Dit is nu voor altijd van mij. Het wil niet echt lukken met Luigi. Oh, 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 au, au. Dat was het einde van Luigi. Kijk die dans ook die aap doet. Ja,
zwoel hoor, zwoel dansie. Maar daar komen wij aan. Let's go team, let's go. Laten we generaal Peach even gaan nakken met z'n allen dan. Hatsen flats. Toad gaat even lekker iets bakken. Daar gaat Red even zijn Charizard move doen. Oh, pas op. Ah, wow, wow. Eén klap en Zelda is gewoon bijna kapot, hè. Ik hoop eigenlijk dat Zelda gewoon even nu een banaantje gaat eten. Dat ze dat gewoon even zelf... Ja, ik denk dat ik een HP-banaan neem. Oh. Maar Toad zegt, wacht, hier, ik heb wat voor je. Heel nice. Alright, alright. Nou, hopen dat hij niet Toad in één keer sloopt. Kijk, dit was een goede aanval. Gewoon lekker met z'n drietjes. Mag ik nog een keer? Kunnen we nog een sprongslag doen? Hatsenflat. Kijk, die Red, die is lekker aan het ontwijken, jongen. Op een of andere manier ontwijkt Red gewoon elke keer die aanvallen. Dat is super sick. Hoppa, nog een sprongslag erbovenop. Red, die zet even een valletje. Nu neemt Peach inderdaad wel een banaantje. En Toad gaat aanvallen. Oh, oké, okay, nu valt hij ons allemaal aan. Eens even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Even die HP weer volmaken hoor. Hey, Pona wil Peach aanvallen. Terwijl we zijn op de helft, jongens. Doe even dat duimpje omhoog als je wilt dat we deze battle halen. En vergeet niet te abonneren voor Nintendo video's. We zijn echt op de helft. Hey, we zijn nu zelfs over de helft, denk ik. We gaan keihard. General Peach moet down. General Peach die heeft een aardig goede verdediging. Dat begin ik wel te merken. Dat panzer van General Peach is aardig sick. Kijk eens naar die klappen, jongen. Oh nee, niet nog een keer. Oef. Ik ga denk ook zelf even een HP-banaantje eten. En Brad, die doet hetzelfde. Ja, we moeten nu eventjes onze HP aanvullen. Dat merk ik al. Oh nee, oh nee. Oh nee. Toad is kapot. Maar... hij doet een energieke actie waarbij hij gaat volhouden. Ja, lekker. Nee, hou eens op, joh. Een goddelijk geschenk. Toad is down. Wat gebeurt er? Levensstrooisel verworven. Gebruik dit mysterieuze strooisel om een Mii te reanimeren. Oh, dat is lekker. Dat is heerlijk. Ik dacht dat het helemaal fout ging. Laten we sowieso wat Toad even reanimeren, jongens. We moeten door. We moeten aanvallen. Kom op, jongens. Anders gaan we het niet redden. Toad, ga jij even iemand helpen? Ja, Toad gaat wie helpen? Toad gaat Zelda helpen. Ik hoop dat het genoeg is. Ik denk dat je beter Red had kunnen helpen, want Red is een veel betere aanvaller. Ze gaan wel samen aanvallen nu. Zelda en Red. Kom op jongens, kom op. Red is aan de beurt. Red gaat voor een banaantje. Oké, we zijn weer best wel goed in leven allemaal. Woe, super spannend. Toad en Zelda gaan samen aanvallen. Weer 30 HP eraf. Ik krijg een aardig harde klap. En Zelda gaat zich nu opofferen. Oh, dat vind ik aardig, Zelda. Oef. Misschien kan ik beter gewoon aanvallen. Misschien dat iemand mij dan gaat helpen. Nee, niemand gaat me helpen. We moeten met z'n allen aanvallen, jongens. Kom op, we moeten met z'n allen aanvallen nu. Anders gaat het niet lukken. Ik geef een HP-banaan blijkbaar aan Zelda. Oeh, die had ik zelf ook wel kunnen gebruiken nu ik erover nadenk. Oh, kom op, jongens. Ga nou gewoon aanvallen. Iedereen gaat voor de healing, maar dat is helemaal niet oké. We moeten aanvallen, jongens. Ja, wel bedankt dat je mij hield, maar ik denk niet dat het genoeg is. 20 HP healing. Ik ga gewoon voor de sprongslag, jongens. Dan probeer ik het gewoon zelf te doen. 22 HP eraf. Iemand. Sla. Ja. General Peach is down. Woe. En nog door Zelda ook, die bijna nooit meer aanvalt. Oh, de moeilijkste battle tot nu toe. Luigi, hoe is het met je? Oh, nee. Oh nee, wacht even. De duistere vorst is hier ook. Jullie hebben een van mijn trouwe dienaren verslagen. En nu is mijn humeur verpest. Jullie zullen hiervoor boeten. En dat is zeker. Wacht maar af. De duistere vorst Mr. Mime is naar het oosten gevlucht. We hebben geen vrienden gemaakt hier. Nou ja, wel met Luigi, denk ik. Luigi schaamt zich dat hij zo hulpeloos was. Maar de prinses heeft in elk geval gezicht terug. Laten we snel gaan kijken hoe het met haar gaat. Dat gaan we zeker doen. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering, jongens. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!